Goedenavond en welkom op het eerste webinar van de dienst Radiologie AZMIA. De dienst Radiologie was al langer van plan om een symposium te organiseren, maar gezien de aanhoudende pandemie konden deze plannen helaas niet worden geconcretiseerd. We zijn dan ook zeer sterk verheugd dat er zoveel inschrijvingen zijn voor dit alternatieve webinar. De voorbije tijd zijn er een aantal van onze collega's op pensioen gegaan, te beginnen met collega Patrick van Wetteren, enkele maanden daarna collega Gérard Jakkers en sinds gisteren ook onze collega Stéphane Legrand. We willen dan ook via deze weg hen nog eens oprecht en extra bedanken voor hun jarenlange inzet voor de dienst en de buitengewoon aangename samenwerking die wij allen hebben gehad met hen en hopelijk zij ook met ons. Dit alles heeft uiteraard ervoor gezorgd dat er ook meerdere collega's tot onze dienst zijn toegetreden. En zij zullen dan ook bij wijze van kennismaking de latere geplande voordrachten aan jullie verzorgen. Ik zal ze kort even voorstellen. Dr. Arnaud Stockman is in de associatie gekomen vanaf 1 september 2019. Arnaud Stockman heeft zijn studies en radiologische specialisatie volbracht aan de KU Leuven en nog verdere specialisatie, onder andere in de cardiale beeldvorming genoten in het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis te Aalst. Dr. Paul-Winok de Grave is toegetreden vanaf 1 september 2020 en hij heeft zijn studies en radiologische specialisatie volbracht aan de Universiteit Gent en heeft een verdere doorgedreven specialisatie in musculotendineuze en interventionele interventies gevolgd bij Dr. Obradov in de gespecialiseerde Sint Maartenskliniek in Nijmegen. En dan dokter Jan Hendricks, die is tot slot net vanaf vandaag, 1 april, tot onze staf toegetreden. Collega Hendricks is enkele jaren al assistent op onze dienst geweest en heeft verder zijn specialisatie radiologie volbracht aan het VUB met onder meer een bijzondere subspecialisatie in de thoraxradiologie. Ik ben ervan overtuigd dat deze jonge collega's elk in hun kennisgebied een bijzondere meerwaarde zullen betekenen voor de dienst, voor onze verwijzers. En niet in het allerminst voor onze patiënten. Alvorens over te gaan tot de echte voordrachten, wil ik nog kort enkele andere mededelingen maken. Met als eerste dat ook de dienst een nieuwe hoofdverpleegkundige heeft sinds vandaag, namelijk Martijn Laridon. Martijn is al geruime tijd een vaste waarde op onze dienst en heeft nu ook de stap gezet om zijn ervaring verder ten dienste te stellen van onze dienst radiologie als hoofdverpleegkundige. Tot slot wil ik nog even aanhalen dat wij ook in tijden van corona niet hebben nagelaten om verder te investeren in onze up-to-date apparatuur. Zo is er een vernieuwingsproject met betrekking tot onze echografietoestellen, waarbij we reeds een laatste generatie echotoestel van Canon geïnstalleerd hebben met de gepatenteerde matrix-technologie, hetgeen het neusje van de zalm is in de echografie. Verder hebben we ook een nieuwe botdensitometer in gebruik genomen, de Lunar Prodigy van GE, met een state-of-the-art botdensiteitsmetingen en ook de body composition metingen die meer en meer belang winnen in de klinische opvolging van endocrinologische pathologieën, ook bij de obesitasproblematiek en eveneens een toenemend gebruik binnen de sportwereld. Vanaf mei, wil ik daarnaast nog toegeven, vanaf mei zal onze dienst ook overschakelen op een nieuw informatica-systeem binnen het huidige elektronische patiëntendossier van Nexus Health, hetgeen een verdere en een betere integratie zal bewerkstelligen. En zal er ook een opstart zijn van de digitale aanvragen binnen het ziekenhuis, waarbij dat ook de patiënten via de app My Nexus Health en ook via tablets on-site in het ziekenhuis reeds bepaalde vragenlijsten met betrekking tot hun onderzoek kunnen invullen en direct uploaden in het patiëntendossier. Maar ik denk dat het nu tijd is om over te gaan tot de sprekers van vanavond. En het is mij een waar genoegen om als eerste het woord te geven aan dokter Paul-Winok de Grave, die een uiteenzetting zal geven in verband met de musculotendineuze en de andere interventies. Ik wens jullie heel veel plezier met de voordrachten van de collega's. Dank u wel. Goedenavond iedereen. Dank u wel, Alain, voor de introductie. Ik ben dus Paul-Winok de Grave. Ik ben radioloog. Ik heb mijn studies gedaan aan het UZ Gent.
En ik ben, zoals Alain heeft aangegeven, gespecialiseerd in de musculoskeletale radiologie en in de interventionele radiologie. En over deze interventionele radiologie zal ik dus vanavond hebben. Ik zal dus vandaag overlopen wat we allemaal aanbieden in het AZ-TAMJA. Ik heb mijn opleiding voor de radiologische interventies gedaan bij professor De Vrijne aan het UZ Gent. Daar heb ik een zestal maand een opleiding gedaan. Puur interventies, dus eigenlijk alles van biopsieën, drainages. Eigenlijk de algemene interventies. En dan heb ik tijdens mijn residentschap hier 3 maanden naar Sint-Maartenskliniek in Nijmegen geweest, waar ik bij dokter Obradov mij toegelegd heb op de musculoskeletale interventies. En dat wil ik hier dan ook verder toelichten. Dit is ons nieuwe aanvraagformulier. Dit is nog niet in voege, maar de bedoeling is dat we vanaf 1 mei met een elektronische aanvraag werken voor de artsen binnen het AZ-TAMJA. En uiteraard kan er voor de huisarts nog steeds op de klassieke manier worden aangevraagd. Dit aanvraagformulier helpt mij wel om door deze presentatie te gaan. Dus vandaar dat ik het hier weergeef. Zo kunnen we mooi alle interventies die we aanbieden vervolgen. We beginnen met de musculoskeletale interventies. Daarna zal ik het hebben over de biopsieën. En daarna gaan we over naar de drainages. De musculoskeletale interventies. Hierbij heb ik een eerste vraagje om het wat interactiever te maken en om meer zicht te krijgen over welke mensen hier voor mij zitten. Dus je mag nu invullen wat uw beroep is. A. U bent huisarts. B. U bent arts binnen het AZ-TAMJA. C. U bent specialist buiten het AZ-TAMJA. D. U bent verpleegkundige. Of E. U bent een andere arts of iets anders. Het duurt even tegen dat we de resultaten doorkrijgen. Ja, we zitten een beetje met een gemengd publiek vanavond. Ik ga naar de volgende vraag. Hopelijk lukt dit beter. De tweede vraag is... musculoskeletale injecties, is over de musculoskeletale injecties. Dus, ik zie nu de resultaten binnenkomen van mijn eerste vraag. Dus, voornamelijk huisartsen zie ik. Wat eigenlijk wel ons voornaamste doelpubliek was voor vanavond, dus dat is perfect. En dan ga ik over naar mijn tweede vraag, over musculoskeletale injecties. Dus de eerste antwoordmogelijkheid is A. Ik geef musculoskeletale injecties in mijn dagelijkse praktijk. En B. Ik geef geen musculoskeletale injecties in mijn dagelijkse praktijk. Wie heeft nu de tijd om te antwoorden? Oké. Dus veel mensen geven musculoskeletale injecties in hun praktijk, dus de meerderheid. Dat is zeer goed. Ik zal hier verder over ingaan. Musculoskeletale injecties worden inderdaad gegeven door heel veel verschillende specialisaties. Het wordt gegeven door huisartsen, door fysiotherapeuten, door orthopedisten, door reumatologen. Maar ook door verpleegkundigen. In Nederland wordt dat vaak gegeven door verpleegkundigen. Ook door radiologen. Het wordt vaak gedaan op de anesthesie, op de pijnkliniek. En soms wordt het ook gedaan door kinesisten. Maar waarom moet dit nu precies via de radiologie gebeuren? Wel, ik ga hier zeker niet beweren dat wij hier het beste in zijn.
Want dat zou nogal, dat is ten eerste niet waar. En ten tweede ga ik waarschijnlijk veel boze mailtjes krijgen als ik dat beweer. Dus dat zal ik zeker niet beweren. Maar ik heb wel enkele zaken die ik hierover wil vertellen. Ik denk namelijk dat de effectiviteit van deze injecties onder beeldvorming vaak beter is dan bij de blinde injecties. Dat is zeker niet zo voor alle injecties zo, maar voor bepaalde injecties ben ik er wel van overtuigd. Dit is hier een tabel uit een review-artikel, waarbij echogeleide injecties werden vergeleken met blinde injecties. De bovenste drie studies zijn studies bij inflammatoire artritis. En daarin zijn in alle drie de studies aangetoond dat de echogeleide injecties een duidelijk beter resultaat hebben dan de blinde injecties. Dan voor het schoudergewricht zijn 9 van de 11 studies hebben 9 van de 11 studies een significant beter resultaat bij de echogeleide injecties in vergelijking met de blinde injecties. En dan zelfs voor een groot gewricht als de knie zijn beide studies een beter resultaat voor de echogeleide injecties. Een tweede argument om naar de radiologie te komen is dat omdat wij alle apparatuur en modaliteiten hebben. Zo kunnen wij gemakkelijk schakelen als we ergens een moeilijkheid hebben om bijvoorbeeld een facetgewricht aan te trekken onder RIKS, kunnen wij gemakkelijk schakelen naar bijvoorbeeld CT. Omdat radiologie onze core business is, beschikken wij ook over alle up-to-date apparatuur. Dus wij hebben steeds de beste apparatuur en de beste beeldvormende apparatuur. Dus dat is ook zeker een voordeel. Dit is, zoals Alain heeft gezegd, ons nieuwe echo-toestel, de Aplio i700 van Canon. Dit is een van de beste toestellen op de markt. En zeker voor musculoskeletale beeldvorming is dit het neusje van de zalm. Hier links zie je bijvoorbeeld een supraspinatuspees. Zie je mooi de vezels met onze matrixzonde, wat bij andere echografietoestellen of oudere toestellen zeker niet mogelijk is. Ook beschikken we over die SMI, wat een nieuwe techniek is om de vasculatuur, de microvasculatuur, in beeld te brengen. En dan nog een puntje is dat we geen therapeutische relatie hebben met de patiënt. Dus de patiënt komt naar de radiologie voor de injectie. En dan de verdere opvolging en behandeling gebeurt eigenlijk door de aandragende arts. En tenslotte is er zeer snel een afspraak te verkrijgen bij ons, meestal binnen de week, wat ook wel een voordeel is. Dan de echogeleide musculoskeletale injecties. Echogeleide procedures kunnen gebeuren met hoogfrequente lineaire sondes of met de laagfrequente curvolineaire sonde. Meestal gebruiken we de hoogfrequente lineaire sonde. Maar de laagfrequente curvilineaire sondes kunnen we soms gebruiken voor dieper gelegen gewrichten, zoals bijvoorbeeld het heupgewricht. En meestal gebruiken we de directe techniek of de vrije handtechniek. En we werken bij voorkeur in plein, waarbij we het gehele traject van de naald blijvend in beeld houden. De indirecte techniek geniet niet onze voorkeur. Dat is eigenlijk een techniek waarbij we eigenlijk een punctieplaats aanduiden en dan als het ware blind gaan punteren. De intraarticulaire echogeleide procedures heb ik hieronder verdeeld in 4 groepen. Dus de diagnostische aspiraties als eerste. Dat is, zoals de naam het zelf zegt, een aspiratie om een diagnose te stellen. Zoals we bijvoorbeeld kunnen doen bij een kristallartropathie, een septische artritis, hematrose of bij reactief vocht, zoals we bij artrose hebben. En dan gaan we dat materiaal opsturen voor kweekceltelling en rechtstreeks onderzoek. Dan de diagnostische injecties zijn proefinfiltraties. We gaan daar bij lokale anesthetica gaan inspuiten. We werken met wateroplosbare amides en bij voorkeur lidocaïne, wegens zijn snelle werking en vooral voor zijn snelle werking en zijn korte werkingsduur ook wel. We kunnen ook met marcaïne of bupivacaïne werken, maar die werken iets trager en werken iets langer. De toepassing van lokale anesthetica is eigenlijk onmiddellijke pijnstilling als proefinfiltratie, waarbij een pijnscoreformulier wordt ingevuld en in combinatie met andere medicatie.
Nevenwerkingen zijn allergische reacties, maar die zijn heel zeldzaam. Dit is ons pijnscoreformulier. Hierop kan de patiënt aanduiden waar hij pijn heeft. En dan dient ook ingevuld te worden op het formulier of hoeveel pijn hij heeft op een schaal van 0 tot 10 in rust en bij inspanning. En dan na de injectie dient de patiënt dit nogmaals in te vullen, 15 minuutjes na de injectie. En zo kan de aanvragende arts zien waar de pijn zich juist bevindt. Dan de therapeutische aspiraties. Doen we bij hydrops, septische artritis en hemarthrose. Dat zijn eigenlijk aspiraties als therapie, zoals de naam het zelf zegt. En dan de therapeutische injecties, dat is wat meest aangevraagd wordt op onze dienst. En op onze dienst bieden we daarvoor corticosteroïden aan en hyaluronzuur als, om te injecteren. PRP staat hier nog tussen haakjes, omdat we dat nog niet toepassen op onze dienst. En hiervoor zal ik niet verder uitbreiden. Corticosteroïden worden gebruikt voor een anti-inflammatoire werking en pijnvermindering op middellange termijn. Wij gebruiken methylprednisolone, wat een lange werking heeft. En dat is ook wateroplosbaar, wat eigenlijk ideaal is voor musculoskeletale injecties. Niet wateroplosbare corticosteroïden gebruiken we bij voorkeur niet, omdat die potentieel een embolygene werking hebben bij het verkeerdelijk injecteren in een bloedvat. Methylprednisolone begint te werken na 2 dagen. De piek krijgen we na 14 dagen en de duur is zeer variabel, van 3 tot 4 weken tot 3-4 maanden. We gaan maximaal 3 keer per jaar intraarticulair gaan injecteren en 1 à 2 keer per jaar extraarticulair. Nevenwerkingen zijn de ontregeling van de bloedglucosespiegel bij insuline-dependente diabetes. Wat we proberen te vermijden, om dat in te spuiten bij deze patiënten. Indien we dit toch doen, dient de insuline-dependente diabetici goed in de gaten te houden worden en dient de bloedglucosespiegel goed gemeten te worden in de eerste dagen na de injectie. Ook kan er een vetnecrose in de weken delen optreden bij het inspuiten, maar dat proberen we te vermijden door steeds wat lidocaïne na te spuiten na de injectie. Zodat er geen corticosteroïden in de weken delen achterblijft. Dan hyaluronzuur is een glycosaminoglycaan. Het is een deel van de extracellulaire matrix en een component van synoviaal vocht en kraakbeen. In het synoviaal vocht gaat het zorgen voor de viscositeit van de vloeistof. En in het kraakbeen ligt het rond de chondrocyten, dus wel een belangrijk bestanddeel van een gewricht. En de indicaties zijn beginnende osteoartritis of kraakbeenletsels. Het vermindert de pijn van 28 tot 54%. En het begint te werken na 3 tot 5 weken en duurt ongeveer 3 hier kan je op ons aanvraagformulier invullen wat we precies dienen te injecteren. Belangrijk hierbij is te zeggen dat we Depo-Metrol 40 en 80 standaard op onze dienst hebben. Moeten we iets anders inspuiten, zoals bijvoorbeeld hyaluronzuur, dient dit door de patiënt zelf meegebracht worden naar onze dienst of afgehaald worden bij de apotheker. Dan de extra-articulaire echogeleide injecties heb ik in 5 groepjes onderverdeeld. Dus de diagnostische aspiratie, therapeutische aspiratie, tendinopathieën, bursitis- en p-schede-injecties en dan een puntje varia eigenlijk. De diagnostische aspiraties bestaan uit vochtcollecties, abscessen, spondylolisthitis, osteomyelitis. Dus dat is een aspiratie om een diagnose te stellen opnieuw. De therapeutische aspiratie gebruiken we opnieuw voor vochtcollecties, peesgedes, ganglionkisten, meniscale kisten, bekerkisten of bursa's. Hier rechts zie je een fotootje van een zeer opgezette peesgede aan de pols die we onlangs geaspireerd hebben. En dan tendinopathieën. We kunnen calcificerende en niet-calcificerende tendinopathieën hebben. Tendinopathieën zijn vaak asymptomatisch en dus asymptomatische tendinopathieën houden we dus ook niet gaan behandelen. Therapie is altijd dus eerst conservatieve behandeling. Als deze faalt, kunnen we PNT toepassen op onze dienst, dus percutane naaldtenotomie,
of bij calcificerende tendinopathieën, barbotage of NACD. Dus naaldaspiratie van de kalkdeposities. De percutane naaldtenotomie is eigenlijk een pace needling of een pace fenestratie. We gaan eigenlijk een fenestratie doen van de pees, dus echt met onze naald microtraumata gaan maken in de pees zelf. En daardoor ontstaat er eigenlijk een inflammatoir proces, waardoor een versnelde heling is door het lichaam zelf. We doen dit uiteraard na falen van conservatieve therapie, na een zestal maand ongeveer. En de belangrijkste toepassing hierbij is vaak de tenniselleboog, epicondylitis lateralis. Kan ook gebruikt worden in supraspinatus pees, patella pees of de achilles pees. En dan de barbotage of NACD, naaldaspiratie van kalkdeposities, is een verbrijzeling van de kalk. Dus doen we bij calcificerende tendinopathieën. We verbrijzelen de kalk en we gaan dat proberen te aspireren of weg te spoelen met water. Hierbij is ook belangrijk een uitgebreide lokale anesthesie, want die pees is ontstoken, is al pijnlijk. Dus passen we graag een uitgebreide lokale anesthesie toe. En meestal komt dit voor bij calcificeerde tendinopathieën van de rotator cuff. Achteraf gaan we dan ook vaak een 1cc-dipomedril nalaten in de bursitis pacrone deltoidea. Dan de bursitis en peesschede injecties. We kunnen in principe alle bursa in het lichaam gaan injecteren, maar de meest gevraagde is de bursa subacrome deltoidea, de bursa iliopsoas en de bursa trochanterica. De effectiviteit hangt een beetje af van de lokalisatie van de bursa. En hier is er ook een bewezen beter resultaat voor de echogeleidinjecties in vergelijking met de blinde injecties. En dan een laatste puntje, een paar varia, dat is bijvoorbeeld het Morton-neuroom. Het is een interdigitaal of intermetatarsaal neuroom, dat gelegen is rond een plantair digitale zenuw. Dat ontstaat eigenlijk door een beknelling van de zenuw door een intermetatarsaal ligament. En zo ontstaat er eigenlijk een perineurale fibrose. De voorkeurplaats hiervoor is eigenlijk de derde webspijs, tussen de derde en de vierde teen. Maar kan ook voorkomen in de tweede webspijs. Als therapie gaan we dus met het naaldje tussen beide tenen gaan en centraal in het urinoom 1cc-dipomedrol en 1cc-lidocaïne gaan nalaten. Springvinger en triggervinger behandelen we ook soms. Het is een stenoserende tenosynovitis, waarbij er een verdikking van de A1-poelie optreedt door repetitieve microletsels bij frequente flexie- en extensiebeweging. Hier gaan we ook 1cc-dipomedrol en een halve cc lidocaïne nalaten. En dan zenuwinfiltraties doen we eigenlijk minder. Dat is eigenlijk meer de winkel van de anesthesie en de pijnkliniek. Indicaties hiervoor zijn pijntherapie, lokale anesthesie of diagnose van perifere zenuwletsels. Dan de fluoroscopisch geleide interventies. Doen we voornamelijk bij intraarticulaire injecties. En radiculaire injecties, vooral bij grotere gewrichten, zoals het schoudergewricht, het heupgewricht, kniegewricht, of dieper gelegen gewrichten, zoals het facetgewricht. En het voordeel aan fluoroscopisch geleide injecties is dat we wateroplosbare jodiumcontrast kunnen gebruiken ter controle van de goede positie van onze naald. Dit is een voorbeeld van een heupinjectie, eens langs anterieur aangeprikt, eens langs lateraal aangeprikt. Hier hebben we een radiculaire filtratie gedaan. Hier zie je mooi het contrast lopen langs de radix, het middelste prentje. En dan kunnen we overgaan naar de CT-geleide injecties. Dus doen we vaker bij complexere gewrichten, sterk degeneratieve gewrichten. Ook de sacroiliacale gewrichten doen we bij voorkeur onder CT. Ook foraminale, radiculaire en facetinfiltraties doen we vaak onder CT. En ook diagnostische aspiraties bij spondyloïdskitis is ook iets dat we onder CT doen. Hier bijvoorbeeld een facetgewricht die sterk degeneratief is. We kunnen facetgewrichten in principe onder een reeks doen, maar hier zien we bijvoorbeeld dat dit gewricht zeer hypertroof is en dat we eigenlijk nooit zouden ingeraken via de klassieke weg. Dus moeten we eigenlijk via een andere weg komen om mooi in de gewrichtsplaats te kunnen injecteren. Wat we perfect wel kunnen doen
onder CT. Dit is een foraminale infiltratie, dus we gaan met het naaldje eigenlijk precies tot tegenaan de radix. We controleren de goede positie met contrast en dan gaan we daar die pomodrol nalaten. En dan sacroiliacale gewrichten doen we bij ons ook liever onder CT, omdat ze toch een aantal studies hebben aangetoond dat de effectiviteit onder CT beter is dan onder andere beeldvorming. En hierbij gaan we prikken naar het laagste deel van het gewricht, die het synoviale deel is. Dan spondyloidiscitis. We krijgen soms de vraag voor een aspiratie te doen om de juiste antibiotica-therapie op te starten. Als we een paravertebrale absces zien, zijn we blij. Dan kunnen we eigenlijk vlot aspireren. Maar al vaak zien we eigenlijk al een wekendelencuff rond de wervels. En dan is het vaak, leert de ervaring, omdat het vaak moeilijker is om veel materiaal los te krijgen. Dan de nazorg bij musculoskeletale interventies. Dus eigenlijk, die patiënten komen ambulant. Ze kunnen eigenlijk de dag zelf, is er een verbod om een voertuig te besturen. Want we gaan toch lokaal anestheticum inspuiten, wat eventueel problemen kan geven bij het rijden met de auto. En dan de eerste dag en dagen na de injectie kan de patiënt mogelijk wat meer pijn hebben door de behandeling. Bij bloeding of bij uitgesproken pijn dient er uiteraard contact opgenomen worden met een dienstradiologie. En de pijnscore dient steeds genoteerd. Dan kunnen we overgaan naar ons tweede puntje van vanavond, dat is de biopsieën. Ik heb opnieuw een poll en hierbij zou ik u graag vragen wie van jullie allemaal naaldbiopsieën uitvoert. Dus A, ik doe naaldbiopsieën in mijn dagelijkse praktijk. B, ik doe geen naaldbiopsieën in mijn dagelijkse praktijk. Ik wacht even op de resultaten, want er zit blijkbaar wat vertraging op. Oké. Dank u wel voor jullie antwoorden. Ik zie dat er toch niet zo heel veel mensen zijn die naaldbiopsieën doen in hun dagelijkse praktijk. Dus ik kan hier misschien toch nog iets interessants tonen. De biopsieën op radiologie kunnen onder echo of onder CT gebeuren. En we hebben de keuze tussen de FNA's of de Thurcutt biopsieën. Bij een FNA, wat staat voor fijne naaldaspiratie, gaan we eigenlijk met een dunne naald, een holle naald, eigenlijk celletjes gaan losmaken door middel van aspiratie. Het is een eenvoudige, goedkope en veilige techniek. En we passen het eigenlijk steeds als eerste biopsie toe bij schildklieren, speekselklieren of lymfeklieren biopsieën. Bij een inconclusief uitkomst of bij onverklaarde atopie, of in het geval van het schildklier bij folliculaire neoplasie, kunnen we nog steeds een korenbiopsie doen. Dan de Thurcutt of korenbiopsieën. Dat gebeurt met een specifieke Thurcutt-naald. We gaan eigenlijk meer materiaal hebben en het voordeel hiervan is ook dat we een bewaarde architectuur hebben van ons materiaal. Hierdoor kunnen we betere tumortypering doen en kan er ook immunohistochemie toegepast worden. We gaan meestal een 3 à 4 cilinders nemen om voldoende weefsel te hebben. En we gaan dit bij voorkeur toepassen bij abdominale biopsieën en bij wekendelen biopsieën, ook bij lever- en nierletsels. We hebben 2 soorten naalden op onze dienst. We hebben het automatisch systeem, zoals links, en dan het semi-automatisch systeem rechts. Even het verschil. Het automatisch systeem is eigenlijk een systeem waar we eigenlijk met de naald tot tegenaan het letsel gaan en dan met 1 druk op de knop door het letsel schieten en ons biopsie nemen. Het semi-automatisch systeem brengen we ook de naald tot tegen het letsel, maar dan gaan we eigenlijk handmatig onze naald doordrukken door het letsel, zoals je op de 2e stap op deze tekening ziet. En dan pas gaan we onze naald overschieten. Dit is een iets veiligere techniek, omdat we toch meer zicht hebben van hoe ver onze naald gaat. Nadeel van dit semi-automatisch systeem is dat we
vaak een iets kleiner staal of een iets minder goed staal hebben. Dus bij moeilijkere biopsieën gebruiken we liever het semi-automatisch systeem. Bij grotere letsels kunnen we gerust zijn en kunnen we het automatisch systeem gebruiken. Het coaxiaal systeem is ook iets wat we heel vaak gebruiken op onze dienst. Dat is eigenlijk een holle naald die we gaan inbrengen tot tegenaan het letsel. Het stilet verwijderen we dan en dan kunnen we door deze naald onze biopsieën gaan nemen zonder telkens opnieuw onze naald opnieuw te moeten herpositioneren. En dan de echografie, de echografisch geleide biopsieën, dat zijn de schildklierbiopsieën, de lymfeklierbiopsieën, de leverbiopsieën of de oppervlakkige wekendelenletsels. En dan onder CT doen we liefst de longletsels, de dieper gelegen letsels, de botletsels en de diepe wekendelenletsels. Ik zal nog even overlopen hoe we precies een CT-geleide biopsie uitvoeren. We gaan dus steeds het lichaamsdeel gaan scannen. Waar de biopsie moet gebeuren en dan gaan we precies de axiale snede gaan selecteren waarop we het letsel zien. Eens deze snede geselecteerd gaan we dit gaan aftekenen op de patiënt en dan gaan we een tweede markering gaan aanbrengen op de patiënt op de plaats waar we de naald effectief in de huid gaan brengen. Hier is dat bijvoorbeeld bovenaan aan de patiënt, net naast het sternum. Je ziet dat via posteriore is de weg te lang, via lateraal zit de rib ervoor. En de beste positie is eigenlijk dus parasternaal. En een tweede voordeel hier is dat we op deze manier wegprikken van het hart, zodat we niet met onze naald in het hart kunnen terechtkomen. Eens deze positie bepaald, kunnen we gaan verdoven en dat gaan we bij de longbiopsieën doen tot tegenaan de pleura. En dan kunnen we onze coaxiale naald gaan plaatsen. We kunnen steeds door een drietal coupes te nemen kijken welke positie onze naald heeft en eens deze naald op zijn goede plaats kunnen we onze biopsienaald gaan inbrengen en waardoor we dan de biopsieën kunnen gaan nemen zonder telkens opnieuw onze naald te plaatsen. Hier nog twee voorbeelden van longbiopsieën. En hier een abdominale biopsie, waarbij we eigenlijk een bijnierletsel, er is een module op de bijnier zichtbaar links. En hier, dit doen we ook liever onder CT, omdat het toch een dieper gelegen structuur is. En hier kunnen we bijvoorbeeld langs posterior gaan tussen de wervelzuil en de milt. En dit is dan een letsel naast de blaas, die we ook liever onder CT doen, omdat het toch wel een eerder moeilijke punctie is. En hierbij onder CT hebben we toch iets meer controle over waar we juist belanden. Dan botbiopsieën doen we ook bij voorkeur met een coaxiaal systeem. We gaan met de naald tot tegen het bot, dan boren we tot tegen aan het letsel. En dan gaan we met onze biopsienaald verder boren tot we een stukje weefsel hebben bekomen. Enkele voorbeelden van botbiopsieën. Rechts in de iliacale vleugel, dan links daar in de linker ischiopubische tak. Dit is hier een letsel die enkel zichtbaar was op een PET-CT. Dan moeten we gaan werken met landmarks om eigenlijk precies op de juiste plaats te gaan biopseren. En dan de nazorg bij biopsieën, oppervlakkige biopsieën, kunnen eigenlijk ambulant komen. Dus we gaan 10 minuten manueel nadrukken, een ijsapplicatie doen en een drukverband aanleggen. Als alles in orde is, kan de patiënt naar huis. Bij longbiopsieën en bot- en abdominale biopsieën is er toch een dagopname gewenst, omdat er daar toch belangrijke complicaties mogelijk zijn. Bij longen kunnen we pneumothorax hebben, hemoptuur, luchtembolen. En bij longbiopsieën gaan we steeds ook een RX aanvragen, 4 uur na de procedure ter controle van pneumothorax. Bij abdominale biopsieën of bij bloederige letsels gaan we ook steeds hematocriet en hemoglobine bepalen net na de procedure en dan een drietal uur later om te kijken of we geen bloeding hebben. En dan het laatste puntje van mijn voorstelling voor vanavond zijn de drainages. En we beginnen opnieuw met een pol. Dus
De eerste antwoord is, ik plaats Drenst in mijn dagelijkse praktijk. En B, ik plaats geen Drenst in mijn dagelijkse praktijk. Jullie hebben nu de tijd om te antwoorden. Oké, ik zie dat de meeste mensen geen Drens plaatsen in de dagelijkse praktijk. Dus we gaan verder. Drainages kunnen gebeuren onder echografie of onder CT. En hierbij hebben we eigenlijk twee technieken. We kunnen het direct gaan aanbrengen met onze drain. Wat we vaak doen bij oppervlakkige en grote collecties. Maar als een collectie moeilijker gelegen is, kunnen we ook de Staldinger-techniek gebruiken. De Staldinger-techniek is een techniek die ontwikkeld is door deze radioloog in de jaren 50. En deze techniek is eigenlijk een techniek waarbij we met een holle naald in een bloedvat of in een holte gaan prikken en dan door deze naald een voerdraad gaan opvoeren om zo een veilige access te hebben tot dat bloedvat of die holte. Even ter demonstratie. We gaan met de holle naald, na verdoving uiteraard, in de collectie gaan prikken. Hierna gaan we de voerdraad plaatsen. En daarna kunnen we over deze voerdraad terecht gaan dilateren met een dilatator. En dan kunnen we onze drain gaan plaatsen. Wij gebruiken op onze dienst de Expel drainage katheter. Het is een pigtail drain, wat een zeer goede drainage heeft en ook goed is om ter plaatse te blijven, de pigtail. En hier zie je de pigtail drain ter plaatse. En dan na spoelen en na uitgebreide drainage zie je dat de collectie zo goed als verdwenen is. Nazorg bij drainages is dagelijks spoelen met water, zodat de leidingen niet verstopt geraken en katheter unlocken bij het verwijderen. Dat is wel een belangrijk puntje. Daarom heb ik dat hier nog eens afgebeeld. Bij de Expel drainage katheter is het zo dat een gelokte katheter, dus dat is dat de krul vast is gemaakt, is dat de twee uiteinden dicht zijn gedraaid, dus een klokwijzerzin gedraaid zijn. Als we tegen wijzerzin draaien, hebben we de katheter unlocked. Als dit niet lukt, of men weet het niet, kunnen we ook steeds de katheter doorsnijden, dan is die ook sowieso unlocked. Voor vuile collecties kunnen we ook een dubbel lumen katheter gebruiken, waarbij we ook een zak vocht kunnen aan de katheter hangen, zodat er een constante spoeling gebeurt van de collectie. Maar dat doen we eigenlijk enkel bij zeer vuile collecties. Zo heb ik de meeste interventies overlopen die op onze dienst gebeuren. Ik hoop dat jullie hiermee een beter zicht hebben hierop. En dan misschien nog een praktisch puntje voor het plannen van de musculoskeletale injecties en de oppervlakkige biopsieën. Kan je eigenlijk gewoon een ambulante afspraak maken. Dus gewoon het aanvraagformulier invullen. En een afspraak maken met ons secretariaat. En voor injecties kan een pijnscoreformulier ingevuld worden of meegegeven worden. Die zijn ook beschikbaar op onze dienst. Dus die kunnen ook nog steeds op onze dienst gegeven worden. En niet onbelangrijk om mee te geven met patiënten is dat er een verbod is op rijden na deze injecties. Zodat hier ook kan voorzien worden voor hun vervoer. Dan... voor diepe biopsieën en drainages is er een dagopname gewenst. Hiervoor kan contact opgenomen worden met mij of dokter Jan Hendricks, die ook deze procedures uitvoert, of dokter Alex van Vril doet dit ook. Zo kunnen wij steeds kijken of deze drainage of biopsie mogelijk is. En indien dit zo is, kan er een dagopname gepland worden. En uiteraard dient er een aanvraagformulier ingevuld worden en een afspraak gemaakt worden. Want die stolling dient ook gestopt te worden voordat ze komen.
Zo, dit was mijn presentatie. Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag via de chat. Of u kan mij steeds een mailtje sturen. Of eens telefoneren. Ik zal blij zijn om jullie vragen te kunnen beantwoorden. Dan wil ik nu graag het woord geven aan mijn collega Jan Hendricks. Een zeer goede avond en welkom. Eerst en vooral bedankt aan dokter Broeders voor de introductie en voor de kans om de webinar, even een webinar te kunnen geven. Ik ben Jan Hendricks. Ik heb hier in het AZ Amiaan als assistent gewerkt en ben nu als afgestudeerd radioloog opgenomen in de staf. Mijn subspecialiteit is in probeer ik thorax toch een heel klein beetje als subspecialiteit te beschouwen. En vandaag ga ik een heel klein beetje praten over wat we effectief gaan doen met thorax, hoe dat we de CT-thorax doen, waarom dat we het doen en wat dat we eigenlijk in beeld willen brengen. Nu eerst en vooral, hoe scannen we? Wij gebruiken een dual energy systeem van Siemens, wat dat eigenlijk wil zeggen dat we twee buizen gebruiken. En dat we kunnen scannen in een spectrum tussen 70 en 150 kilovolt. Ja, we gebruiken die dual energy eigenlijk vooral voor proberen vasculaire structuren in beeld te brengen. We kunnen daarbij via gewogen gemiddelde die bloedvaten eigenlijk heel mooi in beeld brengen. We kunnen met die dual energy perfusiebeelden maken die ik straks nog zal zien. En verder ook jodiummapping bijvoorbeeld, of calciummapping. Zelfs uraatmapping, die kunnen we ook eventueel nog doen. Wat doen we bij thorax? Specifiek voor het parenchym proberen we eigenlijk zo dun mogelijk te scannen en te reconstrueren. De reconstructie is liefst van het longparenchym onder 1,25 mm. Met een scherp algoritme, wat dat wil zeggen dat we eigenlijk heel veel contrast en heel veel scherpte willen zien in die beelden, omdat we kleine letseltjes moeten zien. We scannen normaal gezien een volle inspiratie. En bij ons op de dienst scannen we volumetrisch of spiraal. Dus dat gaat sneller dan de axiale scanner. Geeft in principe, wordt gezegd, hoewel dat eigenlijk de huidige scanners nog allemaal spiraal scannen. Maar blijkt iets minder in kwaliteit, in beeldkwaliteit te zijn dan de axiale scanners. En zo een iets hogere dosis geven ook. Nu, wat kunnen we nog doen? Is eigenlijk de patiënt op zijn buik gaan draaien als we scannen. Dus eigenlijk als we caudaal, of eigenlijk beter gezegd basaal en posterieur in de long, iets zien van een densiteit, dan is dat mogelijk iets van, of kan dat mogelijk wijzen op een beginnend interstitiële lijden. Als we dat zeker willen zijn, kunnen we de patiënt op zijn buik draaien, dan is eigenlijk het posteriore stuk van de long beter geaireerd, waardoor dat we eigenlijk, als dat verdwijnt, weten dat het eigenlijk op basis van hypoventilatie geweest is. Als die structuurtjes daar blijven, dan wijst dat op een beginnend interstitiële lijden. Wat dat we ook nog kunnen doen, is eigenlijk de CT-scan doen in uitademing. En dat is dan vooral voor airtrapping te zien, waar ik zometeen nog iets meer uitleg over zal geven. Nu, wat willen we in beeld brengen? We gaan beginnen met mediastinum. Het hart gaat mijn collega dokter Stokman straks verder uitleggen. De thymus en de lymfeklieren, als ook de oesophagus, dat is een beetje te ver. Of dat gaat ons een beetje te ver leiden tijdens deze uiteenzetting. Dus we gaan beginnen met de bloedvaten. Dat is eigenlijk de meest voorkomende in de longen. Wat we willen weten, zeker in de acute fase, is er een pulmonaal embolie, ja of nee? We gebruiken hiervoor die dual energy met die perfusiebeelden waarop dat je mooi kunt zien dat er eigenlijk de longzones die zwart zijn, waar dat geen kleur in zit, die zijn minder geperfumeerd, er zit minder contrast in. En dan zie je eigenlijk op het middenste beeldje, zie je daar in de, aan de rechterkant, in de rechter arterie, in de rechterbronchiale arterie, of in de rechterpulmonale arterie beter gezegd, zie je daar een longembolie zitten. We kunnen dat ook gebruiken. Eigenlijk vooral dan voor subtiele longembolletjes die we misschien eventueel zullen overkijken. En hier ziet je schoon op de 3D dat daar een klein stukje zwart is in die rechterlong.
Dat is dan op de axiale koepels met de kleuren, is dat daar rechts, posterieur, posterolateraal te zien. En dan kun je in dat segmentje zelf daar dat kleine longhebbeltje zien. Dat maakt het ons een stuk gemakkelijker vooral snel te gaan kijken van, is hier iets dat we eventueel zullen overzien, maar we moeten sowieso altijd die axiale koepels met de natieve beelden bekijken. Als we dan verder gaan in de bloedvaten, zeker dan mediastinaal en zeker dan de bloedvaten die we in beeld kunnen brengen, dan moeten we ook kijken naar de vasculitiden. En dan vooral de grote bloedvaten met de reuscelvasculitis en de Takayasu. Die reuscelvasculitis is dan vooral eigenlijk bij patiënten die ouder zijn dan 40 jaar, die Takayasu bij patiënten die jonger zijn dan 40 jaar. De twee linkse beeldjes is een voorbeeld van een reuscelarteritis waarbij dat we eigenlijk die stenose zien, die wand onregelmatig zien en die inflammatie van de wand van de aorta van de grote bloedvaten. Bezet is dan eigenlijk ook een ander type van grote bloedvaten die typisch aneurysma's geeft in de pulmonale arterie. En vaak ook veneuze embolen geeft eigenlijk, veneuze trombosen in de systemische vasculatuur. De middelgrote bloedvaten die zijn zeer zeldzaam in de longen. Die gaan we nu verder bespreken. En de kleine bloedvaten, waarvan dat eigenlijk de granulomatose met polyangitis of de Wegeners-granulomatose de meest frequente is, dat geeft vooral weerslag op de longen en die gaan we minder zien op de bloedvaten zelf. Dat zijn letsels die bloedingen geven in de longen met wat glas, met eigenlijk caviteiten. En dus daar is eigenlijk de vasculaire scan minder van belang. Wat kunnen we dan nog mooi in beeld brengen? Dat zijn eigenlijk de luchtwegen. Als we dan naar het mediastinum gaan kijken, dan proberen we ook de bronchiale wandopzetting te gaan zien. Meestal iets is dat van inflammatoire of infectieuze aard, maar carcinomateus kan ook zijn. Dus daarom is dat eigenlijk, als we zoiets zien, zeker als dat segmentaal is ergens, vaak belangrijk dat onze collega's pneumologen toch een keer gaan kijken ook met de bronchoscoop of dat zij daar iets tegenkomen, dat zij daar iets zien. Een normale bronchio-arteriële ratio, dat wil zeggen eigenlijk de verhouding tussen de breedte van de bronchus en de arterie, is, is minder groot dan 1,5. Is die groter, dan hebben we bronchiectasie. Nu, er zijn cylindrische bronchiectasieën, zoals dat we kunnen zien eigenlijk op de onderste foto's in de drie beeldjes. Dat is op beeldje A, dat zijn de cylindrische bronchiectasieën. Die zijn meestal van inflammatoire aard, tractiebronchiectasieën geven dat ook. Dan hebben we de varikeuze bronchiectasieën, die eigenlijk lijken op een varix, gelijk dat we die zien op de benen, die heel tortueus is. Dat is dan beeldje B, helemaal rechts op de slide. En dan de kystische bronchiectasieën. Die lijken op echte longkisten, maar eigenlijk bronchiectasieën zijn eigenlijk uitzettingen zijn van de bronchie zelf. Hoe willen we dat, of kunnen we dat zeker weten, is eigenlijk om daar in weer reconstructies bij te gaan doen. Het beeldje boven rechts, helemaal boven rechts, is eigenlijk een reconstructie waarbij dat we een minimum intensity projection hebben gedaan en proberen van de bronchie, of daar kunnen we de bronchie beter gezegd aantonen die in verbinding staat met de bronchiectasie. Het spectrum in de differentieeldiagnose is vrij breed. En ook weer afhankelijk van bijkomende pathologie en zelfs de localisatie van de bronchiectasie. Densiteit. In het longparenchym, als we een nodulaire massa zien, denken we heel vaak aan tumorale massa's, waarbij het adenocarcinoom het meest voorkomende is in de long. En dan hebben we ook nog de small cell carcinomen en dan de plaveiselcel carcinomen en het grootcellig carcinoom. Roken blijft en is nog altijd de belangrijkste oorzaak van de longcarcinomen. Andere tumorale letsels zijn metastasen of zelfs mesotheliomen en nog andere zaken, ook lymfomen onder andere, maar die zijn vrij zeldzaam. Wat dat we kunnen doen met onze scanner, met ons programma, de Syngovia van Siemens ook, is eigenlijk daar van die letsels een volumetrie gaan doen. En dan kunnen we die eigenlijk gaan opvolgen in tijd. En dus het letsel, het rode letsel dat je ziet daar in de rechterlongtop,
is eigenlijk de 3D-reconstructie van het beeld, het axiale beeld. En daar zien we dat dat in het rood staat. Ik heb dat vergeleken met de scan van 6 maanden daarvoor. En dan blijkt dat meer dan 20% in volume te zijn toegenomen. Als we dan nog verder gaan kijken naar de densiteitjes, dan kunnen we weer verder iets kleiner. En dan komen we aan de solitaire pulmonale nodulen. Heel belangrijk daarbij zijn de Fleischner-criteria. Wij gebruiken ook weer met onze scanners, met Synovia, gebruiken we ook weer een programma die ons helpt van die kleine longletseltjes te detecteren. En die kunnen we dan ook altijd vergelijken met de voorgaande voor te gaan zien of dat die er zijn. Nu, dit is niet zaligmakend. Dat programma mist er een aantal. Wij missen er sowieso ook een aantal. We zijn mensen. Maar het helpt ons wel, maar we moeten altijd nog een keer dubbelchecken voor te zeker te zijn dat we alles gezien hebben. Dat we alles mee hebben. Nu, de vraag die hierbij komt is, stel we hebben een pulmonale nodule, wat doen we? Volgen we deze op na 3 maanden, na 6 maanden, na 1 jaar? Of hebben we helemaal geen follow-up nodig? Geef jullie even de tijd. De antwoorden komen stilletjes aan binnen. Ik denk dat er misschien een aantal mensen zijn die niet durven. Dat is eigenlijk een heel klein beetje een strikvraag, als ik heel eerlijk ben. Afhankelijk van het uitzicht van de nodule, afhankelijk van de localisatie van de nodule. De noduli in de onderstroomvelden zijn minder gevaarlijk of minder hoog risico dan noduli in de bovenstroomvelden. Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, of die patiënt rookt of niet rookt, gaan we de opvolging gaan bepalen. Nu zijn die kleiner dan 6 mm. Meestal, eigenlijk nagenoeg altijd, zijn dat kleine infectieuze noduli. Waarbij dat we eigenlijk geen follow-up nodig hebben. En dat zie je daar ook eigenlijk, zeker als dat een solitair nodulen is. Afhankelijk ook van de densiteit gaan we ook weer gaan kijken. Hè. De matglasnoduli die zijn meestal infectieus en die vereisen in het grootste deel van de gevallen, zeker als ze klein zijn, vereisen die geen opvolging. Dan gaan we verder kijken naar de consolidaties. Densiteiten, consolidatie. Consolidatie wil zeggen een homogene opaciteit met een inliggend airbronchogram. De bloedvaten hier die zijn volledig geobscuurd, die zijn volledig weg, die zien we niet meer. En dat wil eigenlijk zeggen dat er een volledige alveolaire opvulling is of een confluerende interstitiële abnormaliteit. De differentiaaldiagnose van de consolidaties zijn vrij breed gaande van iets infectieus, inflammatoires, over neoplastisch, over interstitieel lijden. En afhankelijk van of dat acuut is of chronisch, zitten we dan ook weer met een vrij grote differentiaaldiagnose. Toevallig, de beeldjes die daar nu zijn, is eigenlijk een vrij typisch beeld van een organiserende pneumonie, waarbij dat eigenlijk segmentale consolidaties zich bevinden, perifere in de long, en die eigenlijk verspreid zijn. Verder naar de densiteiten, zo dan eigenlijk gaan, en hier zit weer een pol bij, die we misschien kunnen starten op het gemak al, terwijl ik een uitleg geef. Welke van de twee beeldjes is COVID, is misschien de vraag die we gaan stellen. Is dat het bovenste beeldje, is dat het onderste beeldje, of geen van beide? We spreken hier over de matglasdensiteiten. Matglasdensiteiten zijn een homogene opaciteit, waarbij dat de bloedvaten eigenlijk nog steeds zichtbaar zijn. Nou, dat zijn eigenlijk abnormaliteiten die onder de resolutie van de hoge resolutie, of bij ons nu tegenwoordig de CT zijn, en die wijzen op alveolaire opvulling of wederom die interstitiële abnormaliteiten. Ook hier weer chronische versus acute, afhankelijk
De differentieel diagnose is daar ook weer zeer breed. Gaande van infectie over het been, over bloedingen in de acute fase. En dan meer chronisch gaan we dan eerder een hypersensitiviteitspneumonitis zien. Of een NSIP of interstitieel lijden in het algemeen. Het merendeel van de collega's zie ik heeft B beschouwd als zijnde COVID. En ze hebben daar eigenlijk gelijk in. COVID geeft matglas in de perifere longvelden, maar is eigenlijk vrij specifiek. En je ziet daar eigenlijk ook links posterior zit er ook nog een consolidatie bij. Het bovenste beeldje is eigenlijk een beeld van een discomatieve interstitiële pneumonie. Komt vooral voor bij rokers en geeft matglas, voornamelijk in de periferie, met kystische letsels. Dan gaan we naar de hypodensiteiten. Eerst beginnen met het emfyseem. Dat is eigenlijk een destructie van het longparenchym. Daarom is de grootste differentieel diagnose met de kiesten. Het centrilobulair emfyseem, zoals eigenlijk in de bovenste foto, is het centraal in de lobule, zoals het woord zelf zegt, vooral bij rokers en dan vooral ook in die bovenvelden en rond de centrale bronchiolen. Dat geeft, en dat is typisch bij emfyseem, heeft geen wand. Het panlobulaire emfyseem, dat is eigenlijk een uitgesproken destructie van, het volledige longparenchym, is relatief zeldzaam in vergelijking met de andere, of met de beide andere vormen. Ook hier weer rokers en blijkbaar ook met relatine injecties, als ook de alpha-1 antitrypsine deficiëntie. Voornamelijk diffuus in de long of in de ondervelden. En dan het paraseptaal emfyseem zien we vrij frequent, heeft niet altijd een oorzaak, dus is vaak ook idiopathisch, zeker op latere leeftijd, of gerelateerd aan rokers. En dat zijn eigenlijk echt de subpleurale regio's die aangetast zijn, waar dat, het longweefsel dan eigenlijk gedistribueerd wordt. En dat is de onderste foto. Zullen we dan verder nog gaan met de hypodensiteiten, komen we bij de mozaïekperfusie. Mozaïekperfusie is soms moeilijk om te diagnosticeren, omdat je zou kunnen denken dat eigenlijk het zwartste stuk van de long, de normale long, is, en dat eigenlijk het meer grijzere stuk long eerder matglas zou kunnen zijn. Maar dat is niet het geval. De clue in de diagnose van een mozaïekperfusie is eigenlijk van te gaan kijken naar de centrale bloedvaten die in de secundaire alveolen, dus de secundaire longlobulen lopen. Die zijn kleiner, die zijn fijner dan de bloedvaten daar rond. En dat is eigenlijk de clue om te gaan diagnosticeren. Dit is een mozaïekperfusie. Dat is eigenlijk door de afgenomen bloedflow in die secundaire pulmonale lobulen, waarbij dat, de oorzaak ofwel op basis van de luchtwegen ligt, ofwel op basis van de bloedvaten zelf. Als het op basis van de luchtwegen ligt, is er eigenlijk een verminderde gasuitwisseling door distale luchtwegpathologie, meestal infectieus, waardoor dat je eigenlijk een reflectoire vernauwing krijgt van de aanliggende pulmonale arterie. Vasculair is dan meestal op chronische longembolen. Chronische longembolen gaan we diagnosticeren op het longparenchym, veel minder dan eigenlijk op de CT-scan. Mijn excuses, ik ben hier iets te snel. De grote differentieel diagnose dan ook nog met het matglas is de stabiliteit in de tijd. Het matglas zal veranderen na verloop van tijd, zeker als het infectieus is. Als we dan verder gaan nog naar de hypodensiteiten, dan komen we ook nog bij de kystische longziekte. Dus echt de kystische letsels, ronde letsels met luchtattenuatie, met een dunne wand die groter zijn dan 1 centimeter. Een aantal kleine kisten zijn normaal. Heel vaak voorkomend, kijk dat we hier de beelden hebben, bij een langerhanscel histiocytose, dat is het beeldje rechtsboven. Het beeldje in het midden, of meer naar de linkerkant, is eigenlijk bij een lymfangioleomyomatose. Zeer komt voor bij zwangere vrouwen. En het
beeldje C en beeldje rechtsonder is een beeld van een Bird-Hogg-Dubé-syndroom, waarbij dat eigenlijk kystische letsels zich bevinden in de onderste longvelden. Clue daarbij is ook van altijd te gaan kijken naar de nieren, die zijn ook vaak aangetast doordat ook nierletsels bij te zien zijn. En dan komen dan de gemengde varianten. De crazy paving is mat glas, met dan de gladde septale verdikkingen. In acute fase is dat dezelfde differentieeldiagnose als het gewone matglas. Dus zijn de infectieus, udeem, diffuus alveolaire schade, longbloedingen, de alveolaire bloedingen. In een chronische setting moeten we altijd gaan denken aan een alveolaire proteïnose. Dat is dan het meest waarschijnlijke. Beeldje, CT en geassocieerd anapad beeld is eigenlijk een beeld van die alveolaire proteïnose. Het tweede gemengde beeld is het head cheese sign, kopvlees, of zoals het in Gent zo mooi zeggen, uvlakken. Typisch beeld van gemengde obstructie en infiltratie, waarbij dat we eigenlijk de mengeling krijgen tussen een mozaïekperfusie, mat glas en de normale long. Ook hier de belangrijkste differentieeldiagnose aan wat we moeten denken, is een hypersensitiviteitspneumonie, waar dat toevallig het beeldje ook mee correspondeert. Dan gaan we verder, nog kleiner, naar de secundaire pulmonale lobule. Een beetje anatomie. mijn excuses. De respiratoire bronchiolen en de kleine arterie die komt centraal in die bronchiolen toe. De venen die stoppen eigenlijk in het interstitium, dus die zien we daar niet centraal in die bronchiolen. In de periferie van die bronchiolen zit het, dus het interstitium, zoals ik daar juist al zei. En dat zijn dan die septi die daar zijn. Normaal gezien zijn die niet zichtbaar in de periferie. Soms kunnen die wel zien en is dat wel normaal in anteriore longvelden en laterale longvelden. En is dat niet noodzakelijk pathologisch. Het intralobulaire septum, wat dat eigenlijk het intralobulaire bindweefsel voorstelt, is in een normale situatie nooit zichtbaar. De lijntjes, zoals ik daar juist al begon, de gladde interlobulaire septale versterking, zoals het fotootje rechts boven, typisch beeld van een longedeem, waarbij dat eigenlijk de interstitiële stase optreedt en dan de typische curly B-lijntjes optreden. Dat is vaak, meestal eigenlijk glad. Die zijn mooi. Dat zijn mooie lijntjes die je daar kunt zien. Nodulair interstitium, nodulair beeld, zoals het beeldje daar. Heel vaak bij een lymfangitis carcinomatosa. Zeer typisch beeld, zoals je daar eigenlijk ook kunt zien. Sarcoïdose bij jonge patiënten met een lichte symptomatologie. Dan zien we ook vaak die nodulaire interlobulaire septale versterking. En dan een regelmatige interlobulaire septale versterking, zoals het beeldje rechtsonder, typisch bij een interstitiële fibrose. Als we dan gaan kijken naar de interstitiële fibrose, de honeycombing, dus het lijkt op een honingraad, zoals dat het zelf zegt. Dat is de differentieeldiagnose ook met de kysten en emfyseem. Dat zijn eigenlijk kleine translucenties met intralobulaire septale opzetting rondom, die vooral in de periferie liggen. Fibrose is daar heel vaak, teken van fibrose, of meestal teken van fibrose, met dan meestal de usual interstitial pneumonia, die dan als belangrijkste DD naar boven komt. De IPF of de UIP, vooral subpleuraal, en dan vooral basaal en posterieur in de longvelden. Dan gaan we naar de intralobulaire septale versterking. Dat is binnenin de pulmonale lobule. Het belang daarvan hangt eigenlijk af van de geassocieerde kenmerken die daarbij zitten. Toevallig is dit een beeld van eigenlijk, lijkt ook een heel klein beetje op een COVID, maar het is eigenlijk een NSIP. Typisch daarbij is eigenlijk die intralobulaire septale versterking, beter gezegd, die lijntjes die in die secundaire pulmonale lobule zitten.
samen met dan het mat glas en eigenlijk de sparing van de onmiddellijke subpleurale ruimte. Je ziet dat eigenlijk de onmiddellijke subpleurale ruimte posterieur in die longen, dat die eigenlijk relatief zwart is. Verder komen we dan bij de bolletjes, de dots, in de secundaire pulmonale lobule. Daar zijn drie distributies bij. We gaan beginnen met de perilymfatische. Die vinden we vaak terug in het peribronchovasculaire interstitium, dus rondom de bloedvaten en de bronchi. De key feature voor zeker te zijn dat het een perilymfatische distributie is, is eigenlijk echt het onmiddellijke subpleurale interstitium. Die noduli die komen voor in de periferie van de long, net onder de pleura en de intralobulaire septa. Dat afhankelijk van hoe dat ze verdeeld zijn, patchy of non-uniform, kunnen we dan ook weer kijken naar een verdere idee. Dit is een typisch beeld dat we hier zien van een sarcoïdose. En dan kunnen we eigenlijk op die tweede foto, foto B, kunnen we heel mooi op de fissuur de noduli zien. Dus de typische teken van de fissurale micronoduli. Centrilobulaire pulmonale noduli. De belangrijkste key feature daar is dat die nooit in het onmiddellijke subpleurale ruimte komen. Dus die zitten daar altijd op een afstand. Zie de anatomie van de secundaire pulmonale lobule van daarnet. Die zitten op een relatief gelijkaardige afstand van elkaar en kunnen ofwel luchtwegaandoeningen of vasculaire aandoeningen weergeven. Dat is eigenlijk op basis van de vulling van die eindstandige bronchiolen met bloed, pus of vocht. Zeer brede differentiële diagnose, meestal, zeker in samenspraak met die triumbut die we zo mooi zien op de foto en op de beelden van de longen ook. En dus eigenlijk de vertakkingen van als een boom die in de bloei staat, wijst meestal op bronchiolitis. En dan de random distribution van de pulmonale noduli, van de micronoduli, diffuus, maakt niet uit, zitten overal in de long. Ze zijn ook niet geclusterd rondom specifieke longstructuren en vertonen ook die subpleurale noduli vaak. Dat wijst eigenlijk op een hematogene verspreiding van bijvoorbeeld van metastase of op het beeld dat we hier zien van een TBC. En dan zien we eigenlijk ook nog in die linkerlong bovenkwap, in die linkerlong apex, zien we daar nog een mooi caviterend letsel, wat ook typisch is bij het TB. Als laatste nog de pleura die we in beeld kunnen brengen. Dan hebben we dan de pleurale effusies met vocht, met bloed, met pus. De calcificaties die typisch zijn bij asbest, waarbij dat die CDS zeer belangrijk meestal wordt gespaard. Bij hemothoraxen komen die ook vaak tegen na infecties, na MPM'en. En dan de tracale massa's, zoals dat we de foto eigenlijk in het centrum kunnen zien, dat het eigenlijk een vrij uitgebreid mesotelioom is. Waarom doen we de CT-thorax eigenlijk? Is algemeen voor detectie van letsels en de karakterisatie. Met dan verder de uitwerking in een differentieel diagnose, alhoewel dat eigenlijk gezien het overlap tussen de verschillende beelden eigenlijk vrij groot is, kan die differentieel diagnose heel breed zijn. Het belangrijkste daarbij is dat we een goede klinische inlichting hebben, dat we goede informatie hebben, dat we een beetje kunnen gericht diagnostisch gaan denken, dat we een beetje gericht kunnen gaan diagnosticeren. En dan natuurlijk ook de follow-up. Take-home messages. Dus de grote variëteit in de presentatie van de verschillende longpathologieën. Het overlap tussen een aantal van de patronen. Pattern recognition is zeer belangrijk. Niet altijd even gemakkelijk, zoals ik daarnet zei, gezien de grote overlap. En dan de klinische voorgeschiedenis van de patiënt voor onze diagnose, voor onze differentieel diagnose. Dat we wat gericht de collega's kunnen sturen in een bepaalde richting van dit lijkt ons het meest waarschijnlijk. En dan de pattern recognition, ik herhaal het nog een keer, de nodules, de lijntjes, de translucenties en de densiteiten. En dan die uitbreiding en de distributie die ook heel vaak belangrijk is.
nog een aantal referenties erbij gezet. En dan dank ik jullie voor de aandacht en geef ik het woord aan mijn collega Arno Stokman. Goedenavond, ik ben Arno Stokman en ik ga het vanavond hebben over hoe dat we het hart kunnen beoordelen door middel van CT en door middel van MR. Ik ga beginnen met de cardio-CT. Dat is een techniek dat heel veel voordelen heeft in die zin dat we eigenlijk dit gebruiken voornamelijk voor coronaire patologie en dat we die coronaire perfect eigenlijk in 3D kunnen visualiseren. In tegenstelling tot de klassieke coronarografie is het een niet-invasief onderzoek. En we werken met een zeer lage stralingsdosis. Zeker met die nieuwe scan, de flash-techniek, en een zeer lage stralingsdosis. Nu, het laatste puntje dat ik bij moet vermelden, dat is dat een groot voordeel dat we hebben, dat is die hoge negatieve predictieve waarde. Wat wil dat juist zeggen? Dat is als die scan negatief is, als er dus geen plakjes te zien zijn, als er geen hooggradige stenose te zien zijn, of significante stenose te zien zijn, dan is er een heel, heel grote kans dat, dat er effectief geen stenose zijn en dat eigenlijk de coronarografie, de klassieke coronarografie, negatief zal zijn. Maar de diagnostische performantie is afhankelijk van een goede patiëntenselectie. En dat ga ik dus even uitleggen. Dat is, kijk, dus we zien hier dat die groene balkjes, dat zijn verschillende studies, dat is dat en de verschillende studies aantonen dat de cardio-CT voor coronaren een heel hoge negatieve predictieve waarde heeft en ook een heel hoge sensitiviteit. Natuurlijk, de kleine kanttekening is dat, je ziet dat daarbij, de specificiteit ligt duidelijk lager. Wat dat wil zeggen, dat stel dat we plakjes zien, significante plakjes zien, is er waarschijnlijk een grote kans dat wij die overschatten. Dus dat wij zeggen van, ja, dat is een hooggradige stenose, zoals op een klassieke coronarografie, dat de cardioloog zal zeggen van, dit is een matiggradige stenose of een laaggradige stenose. Dat is inherent aan de techniek. Maar ik wil het toch bijvermelden, dat is dus dat we in ons achterhoofd moeten houden, dat we dus eigenlijk naar die hoge negatieve predictieve waarden moeten kijken. Dat is voornamelijk als het onderzoek dus negatief is op cardio-CT, dat we dus effectief de patiënt... Dat onderzoek effectief negatief zal zijn. En we zien dat ook in verschillende studies terug, dat eigenlijk dat de reden is dat we patiënten eigenlijk liefst van al zien met een laag of matiggradig coronair cardiologisch risico en dat we eigenlijk minder goed scoren bij mensen met een hoog cardiaal risicoprofiel. En dat zien we dus hier ook in de verschillende studies terug. Dus lage en matige kans op coronair lijden, dat we deze patiënten voornamelijk willen aantrekken op dit onderzoek. Nu, de terugbetaling is enkel via de cardioloog. Nu ga ik even de techniek uitleggen. Dat is, we blijven zitten met natuurlijk het hart. Het hart is een orgaan dat continu in beweging is, intrinsiek. Dus werken we met een specifiek IKG-gated protocol. Dat wil zeggen dat we dus een EKG-elektrode zullen aanbrengen aan de patiënt om het cardiaal, de hartslipjes mooi te kunnen monitoren. We kunnen daarbij twee technieken toepassen, retrospectieve gating en prospectieve gating. Ten eerste, retrospectieve gating, dat is eigenlijk wanneer we dus de volledige cardiale cyclus volledig zullen scannen. Dan geven we natuurlijk volledige stralingsdosis over de volledige cardiale cyclus, meerdere cardiale cycli na elkaar, zoals dat we hier zien in die balkjes onderaan. Dat is natuurlijk een hogere stralingsdosis. Wat dat we dan wel het voordeel hebben, dat is dat we de functionele data van het hart kunnen zien, de contractiliteit kunnen zien. Maar dat is natuurlijk niet het eerste doelstelling van een cardio-CT voor een coronaire beoordeling. Daarnaast, het tweede, hebben we de prospectieve gating. Dat is hetgeen dat we eigenlijk het liefst doen. Dat is dus met die EKG-monitoring kunnen we dus eigenlijk perfect zien waar dat de diastole van het hart zich bevindt. En dan geven we dus eigenlijk enkel een CT-stralingsscanning, enkel tijdens de diastole. Dat geeft het voordeel dat we aan een zeer lage stralingsdosis kunnen scannen.
Evenwel is er geen functionele data mogelijk, omdat we maar een deel van die hartcyclus in het licht stellen. Nu, dat is op zich geen groot nadeel, want dus voor de coronaire kunnen we daar perfect mee beoordelen. We hebben die functionaliteit niet nodig tijdens dit onderzoek. Nu, zo scannen wij het liefst, dat is met de flash scan techniek. Dus dat is dus met de EKG-guided prospectieve scan, zoals dat we zien in dat balkje onderaan, zoals ik net heb uitgelegd. Dus geven we dus eigenlijk enkel maar dus CT-stralen gedurende die diastole. Dit in combinatie met een heel hoge pitch-acquisitie, wat wil zeggen dus eigenlijk dat de tafelsnelheid zeer hoog zal zijn. Dus de patiënt vliegt eigenlijk letterlijk zeer snel in en uit de scan, waardoor dat we eigenlijk in één volledige, dat we eigenlijk een volledige scan kunnen doen van het volledige hart in één hartslag. Dus in één zo'n spike. Het enige wat dat daarvoor vereist is dat we een relatief laag hartritme nodig hebben. Dus we beogen eigenlijk liefst van al een hartslag van 60 hartslagen per minuut. Nu, er is daar natuurlijk een mouw aan te passen. We kunnen wat beta-blokkers geven om die hartslag zoveel mogelijk onder die 60 te krijgen. En waardoor dat we dus toch kunnen scannen door middel van die flashscan. Nu, dat is niet altijd mogelijk, want soms is de hartslag te hoog. Dus is het meer dan 60 of 65 hartslagen per minuut. Dat kunnen we oplossen met beta-blokkers. Natuurlijk niet oneindig. We geven maximum 4 ampoules. Maar we proberen toch door middel van beta-blokkers toch een flashscan te kunnen uitvoeren. Vanwege die lage stralingsdosis. En het tweede is natuurlijk het onregelmatig hartritme. Dat is ook een moeilijk scenario. Want mensen met een onregelmatig hartritme, kunt u voorstellen dat tijdens die scan dat we eigenlijk dat de machine niet volledig kan bepalen wanneer dat hij moet scannen, omdat hij dan eigenlijk, halvelings in de systole scant. En dan krijgen we eigenlijk een bewegingsartefactering dat we eigenlijk liever niet zouden willen. Maar we hebben eigenlijk mooi dat we die coronaire eigenlijk mooi zonder beweging willen visualiseren. Nu, als dat niet gaat, dan hebben we een andere methode, dat is de step and shoot. Dat is ook een prospectieve scan, maar dat we dus eigenlijk in verschillende fasen het hart scannen. Dus dat we eigenlijk in verschillende diastolen het hart scannen na elkaar. Nu, het enige probleem, het nadeel daaraan is dat je soms van die shifting artefacten kunt hebben, waardoor dat met een flashscan heb je een mooi en één vlak de coronair. Dat met een step and shoot, dat je soms van die verschuivingsartefacten hebt, waardoor dat die coronair soms zo pseudo aan het bewegen is. Een andere methode, is de continue spiraal CT-scan. Dat is, zoals ik daarnet heb uitgelegd, door middel van een retrospectieve scan. Dus je ziet dat onderaan dat balkje. Dus we scannen eigenlijk volledig het hart door. Dus zowel tijdens de systole als de diastole. Dat geeft natuurlijk wel het nadeel dat we aan een hogere stralingsdosis scannen. We kunnen daar wel een kleine mouw aanpassen door te werken met dosismodulatie, waardoor dat we eigenlijk in de diastole nog iets meer straling geven dan in de systole, maar het blijft natuurlijk een iets hogere straling. Dus de stralingsdosis, zoals je hier ziet, van een calciumscore is 0,5 millisievert. Van de flashscan die daarna komt, want we combineren die altijd, we combineren een calciumscore samen met een flashscan, is 1 millisievert. Step and shoot is al wat meer. En retrospectieve spiraal CT-scan is dus duidelijk een heel stuk hoger. Oké. Dus er was een klein probleem met de pointer. Dus we werken hier ook met dus een aangepaste contrastinjectie. Dus wij spuiten 70 milliliter jodiumhoudend contrastmiddel in en daarna 40 milliliter fysiologisch contrastmiddel, allebei aan 5 milliliter per seconde. Dit is voordeel dat is dat we eigenlijk aan een lagere contrastinjectie werken met een betere opacificatie van de coronaire, zoals we hier zien, dus onderaan. Dus eigenlijk geven we eigenlijk de juiste hoeveelheid contrast, zodat we eigenlijk die coronaire niet artefacteren door te veel contrast in de andere hartkamer. Nu, hoe gaat dat onderzoek in zijn werk? Dat wil ik graag ook even uitgelegd.
Dus de patiënt komt met een hele voorbereiding. In die zin, dat is niet gewoon, die patiënt gaat op de scan, gescand en het is gedaan. Nee, dus eerst wordt de patiënt binnengeroepen en krijgt hij een volledige uitleg over het verloop van het onderzoek. Dat is ook belangrijk om de patiënt daarvoor in te lichten, maar ook, dat hebben we dat ook gezien, dat het belangrijk is dat ze dat weten, dat ze gerustgesteld zijn, die hartslag gaat naar beneden, je moet veel minder beta-blokkers geven, en eigenlijk heb je dan een veel beter onderzoek, al sowieso, door die goede uitleg te geven. Dan nemen we de hartslag en een bloeddrukmeting, ook een goede intraveneuze access, om dan aan die 5 ml per seconde dat contrast te kunnen inspuiten. Dus dat doen we allemaal voordat de scan begint. We vragen ook de medicatievoorgeschiedenis en dan de contra-indicaties voor de beta-blokkers en de sedocard. Want dat zijn de twee medicamenten dat wij dus zullen toedoen tijdens de scan. Juist voor de scan dienen we dus sedocard sublingual in. Dat is om die coronaire wat uit te zetten, wat te dilateren, zodat we eigenlijk de coronairen mooi kunnen visualiseren tijdens het onderzoek. Ik zal subiet een paar voorbeelden geven. En dan, indien dat de hartslag meer dan 60 hartslagen per minuut is, dan dienen we een beta-blokker ook toe voor de scan. Dan leggen we de patiënt op de CT-tafel. De patiënt gaat de CT-zaal binnen, wordt op de CT-tafel gelegd. Dan worden dus die EKG-elektroden aangesloten. En dan kijken we dus eigenlijk de volledige hartritme na nog eens op de CT-scan. Is die hartslag boven de 60 hartslagen per minuut, dan kunnen we nog beta-blokker toedienen. Weliswaar met maximaal 4 ampullen. Dus maximum 20. Dus, en dan wordt de scan uitgevoerd. Dus dat is het volledige scanprotocol. Dus eerst wordt er een topogram genomen. Dat is hetgeen dat je hier nu ziet. Dat is eigenlijk de scout view. En dan, zetten we eigenlijk de box uit over het hart, waardoor dat we eigenlijk de calciumscore kunnen bepalen. De bolustrekker wordt daar ook op bepaald. En dat is eigenlijk dat we dus eigenlijk kunnen zien dus dat er op één koepel wordt bekomen door de aorta ascendens en dat we kijken tot waar het contrast toekomt vanaf een bepaalde threshold, dan kunnen we de echte CT-angiocoronaire uitvoeren. Dat is eigenlijk hoe dat in een beknopt hoe dat het CT-onderzoek wordt uitgevoerd. De calciumscore, dat is eigenlijk dus de eerste scanfase, dus dat is eigenlijk een klassiek CT-onderzoek zonder contrastmiddel. En wat doen we daarop? Dus dat is eigenlijk al de verkalkingen, dus dat is zonder contrastmiddel, dus alle verkalkingen die zichtbaar zijn op de coronairen kunnen we dus visualiseren en zullen we dus taggen. Als we al die calciumplakjes, verkalkte plakjes dus optellen, dan komen we aan een calciumscore en daar kunnen we de Hodgkin-score uit bepalen, dus met het cardiaal risico, en dit kunnen we dan uitzetten volgens de coronaire leeftijd en het percentiel van de coronaire leeftijd. Dus als we daar even doorgaan, doorscrollen, dan, kijk, dan, dus dat is eigenlijk, dat zijn allemaal axiale beelden, en dus wij zien dat op onze Singovia software, en dus wij bepalen dus overal waar dat die verkalkte plakken zijn. Dus hier in het lichtgroen onderaan zie je dus eigenlijk op de CX, zie je verkalkte plakken, dan helemaal bovenaan zie je dat de rode plakken, dat is dat we getagd hebben in de rechtercoronaire. En ik ga nog wat verder door in de scan. En dan zie je het gele puntje verschijnen. Dat zijn eigenlijk de verkalkte plakjes in de LAV. Voilà. Okay. En dat wordt dan uitgezet. Dat is het bovenste. Dat is eigenlijk volgens het percentiel van de leeftijd. Dus waar dat de patiënt scoort. Dus meer dan 90%. Tussen 75 en 90. Tussen 50 en 75. Of tussen de 25 en 50. Ofwel onder 5 punten als negatief is. En dan heb je daar een heel tabel waar dat eigenlijk de verkalkte plakjes zich situeren met dan de Hodgkin-score. En dan dus wordt er dus een bolustrigger gedaan en van daaruit wordt dan de CT-angiocoronaire wordt er eigenlijk een volledige 3D-scan gemaakt van het hart. En dat zien we dus links. Dus links zien we dus dat we het hart kunnen visualiseren op onze software met Singovia opnieuw. Zien we dat dus in de drie richtingen.
Dus axiaal, coronaal en sagitaal kunnen we dat effectief zien. En kunnen we dat dan eigenlijk ook volgens de cardiale vlakken uitzetten. We kunnen dat uitzetten waar we willen, omdat we dus een volumetrische scan hebben. En als we dan de reconstructies maken, dus zetten we eigenlijk overal puntjes uit in die coronair, zodat we daar eigenlijk een curved reconstructie van maken volgens de as van de coronair. En we doen dat volgens elke coronair. En dan helemaal rechts zien we dan dus de 3D-reconstructie. Dat geef ik ook iedere keer mee. De 3D-reconstructie, zodat je eigenlijk de coronair in 3D kunt bekijken. En van daaruit komen we dan bij de pathologie. Ten eerste, wat kunnen we daarop zien? Dat is dus helemaal links. Dus houden we de voornaamste zaak dat we daarop kunnen zien, zijn de coronaire stenose natuurlijk. Helemaal links zien we dus geen coronaire stenose. En dan, vanaf rechts, zijn dat de gradering van de plakken. Dus de minimale plakken is 1 tot 24% stenose. Dat is eigenlijk de diameter in het orthogonale vlak. Tijdens dat we het coronair zien, is eigenlijk de stenosegraad dat we daaruit bepalen in de diameter. Niet de oppervlakte, maar effectief de diameter. Dus minimaal 1 tot 24, milde stenose 25 tot 49, matigradige stenose 50 tot 69% stenose, en dan de ernstige stenose zijn 70% of meer. Nu, wij spreken van een significante stenose vanaf een matiggradige stenose. Dus een matiggradige en een ernstige stenose zijn significante stenose. En dat zijn ook de stenosen die echt significant belangrijk zijn en waar dat dan eigenlijk een klassieke coronarografie nadien aangewezen is. Een tweede pathologie dat ik even wil aanhalen, dat is myocardiale bridging. En waarom? Omdat dat eigenlijk vrij frequent is. We kunnen dat zeer goed zien op ons onderzoek. En dat is eigenlijk vrij frequent. Dus als we dat daar bekijken, zien we eigenlijk, dus op dat onderste pijltje, zien we dus eigenlijk die LAD verlopen in de myocardiale wand. Terwijl dat die eigenlijk zou moeten lopen, zoals boven het bovenste pijltje, eigenlijk net erbuiten, naast de venen. Nu... Men heeft gezien tijdens studies, anatoompathologisch, dat eigenlijk postmortem, dat eigenlijk 50% van de populatie een zekere vorm van myocardiale bridging heeft. Dus dat is echt wel frequent. Nu, de patiënten kunnen daar last van hebben, tenzij dat ik daar dat toch even aanstip als ze dat zien in het protocol, wat dat effectief op beeldvorming heeft. En dan komen we bij de anomalieën. Ik vond dat eigenlijk ook wel nog een keer interessant om dat te tonen, wat dat we daarmee kunnen doen. Dat is, ik ga daar even in 3D door. Dit is eigenlijk een unicoronair. Dus normaal gezien heb je de linkercoronair en de rechtercoronair. En hier heb je enkel maar één coronair. Dus alles komt vanuit die ene coronair, de LAD. En als we dat in 3D bekijken, als we daar een keer rondgaan, zien we eigenlijk geen rechtercoronair. En dat kunnen we volledig in 3D uitzetten. En dat is dan de curved reconstructie. Dus als we in die variant, die anomalie, even uitzetten, dus zetten we eigenlijk de volledige coronair in die curved vorm, kunnen we daar eigenlijk volledig in 3D rondgaan. En we zien dus eigenlijk ook dat die rechtercoronair afwezig is. Voilà. En dan, dat is een andere variant dat ik ook even wil aanzetten. Dus dat is axiaal dat we daar even doorgaan. En wat zien we? Dat hier, kijk, dus dat die rechtercoronair... Kijk, eigenlijk, dat die rechtercoronair eigenlijk afsplitst dus van de linkercoronaire cusp. Zie je dat hier? Dus, ik kan dat natuurlijk niet met mijn pointer aanduiden, maar dus hier die rechtercoronair takt eigenlijk af, ook van die linkercoronaire cusp, waar dat eigenlijk ook de LAD van afsplitst. Dus als we dan een keer volledig axiaal doorgaan, door die scan, dan zien we dat allemaal. Voilà. En als we dat in 3D bekijken, zien we dat eigenlijk hier. Dus dat eigenlijk die rechtercoronair van die linkercoronaire cusp afsplitst. Je denkt van, oké, dat is geen zo'n probleem, maar wat is het probleem daarbij? Ik heb even gereconstrueerd waar dat de troncus pulmonalis uitkomt. Dus de rechtercoronair zit eigenlijk gesqueezed tussen de aorta en tussen de troncus pulmonalis, waardoor dat je eigenlijk een maligne variant bekomt
En dat is eigenlijk een potentieel levensbedreigende anomalie. En dat moet zeker gemeld worden en behandeld worden. En dat kunnen we dan eigenlijk mooi in 3D visualiseren. Voilà. En dan de tweede deel van mijn presentatie gaat over cardio-MR. Dus cardio-MR heeft veel, veel voordelen. Dus de grootste voordelen zijn dat we dus de functionaliteit heel goed kunnen bekijken zonder ioniserende straling. Dus we kunnen eigenlijk heel het hart perfect functioneel bekijken wat dat injectiefractie is, wat de diastolisch volume, systolisch volume, de volledige functie van het hart kunnen bekijken. En daarnaast ook de morfologie. Dus het myocardiale weefsel kunnen we eigenlijk qua morfologie volledig typeren. En dat geeft een heel hoge diagnostische accuraatheid. Dat geeft ook nadelen, cardio-MR. Dat is dat we eigenlijk toch nog altijd de coronaire arteries beter kunnen visualiseren met cardio-CT. We kunnen dat wel doen met cardio-MR, maar cardio-CT is daar veel beter in. Een tweede nadeel, dat is dat we met imaging planes zitten. Dus wat wil ik zeggen, dat is dat cardio-CT, dat we daar eigenlijk een volume scannen. En hier met cardio-MR scannen we eigenlijk enkel een bepaald vlak dat we willen uitzetten. Dus dat vraagt veel meer tijd en werk om al die verschillende sequenties uit te zetten. Met cardio-CT kunnen we dan nadien reconstrueren. Dat gaat dus niet met cardio-MR. Wat dat puntje tijd betreft, dat is inderdaad relatief. Gemiddeld onderzoek bij ons op de dienst duurt gemiddeld een 45-tal minuten op de scan. Dus wat wil het zeggen? Dus dat de patiënt eigenlijk 45 minuten moet inademen, ademhalingstops doen om de verschillende slices en de verschillende sequenties perfect in het licht te stellen. Dus dat is eigenlijk, tussen aanhalingstekens, relatief wat belastend voor de patiënt om 45 minuten onder die scan te liggen en dus die verschillende ademhalingstops uit te voeren. Nu, dat is op zich geen zo'n probleem, maar het is wel handig om dat even in de achterhoofd te houden. Nu, als we de techniek even overlopen, eigenlijk is dat ook, dus het hart is intrinsiek een bewegend orgaan. We kunnen dat heel goed visualiseren met MR, maar we hebben daar ook die EKG-monitoring voor nodig, zoals op de cardio-CT, maar daar wel een device die MR-compatibel is natuurlijk. Het scanprotocol is, dus omdat we dus niet werken met 3D-volume, moeten we eigenlijk die assen uitzetten, zodat we eigenlijk het hart kunnen beoordelen in de klassieke views waarin dat we het hart bekijken. En dat betekent dus het vierkamerbeeld, het klassieke vierkamerbeeld, het tweekamerbeeld, long axis, short axis view, en dan ook de outflow tracking voor de kleppen. En we zien dat hier, dus eigenlijk het hart, dus eigenlijk in 3D. En dan daaronder zien we dus het vierkamerbeeld, het tweekamerbeeld, en dan helemaal rechtsonder het short axis beeld. Ik zal wel een paar voorbeelden daarvan. Dit is het scanprotocol bij ons op de dienst, dat we geoptimaliseerd hebben. Dus eerst hebben we dus eigenlijk een paar basismetingen dat we moeten doen, omdat het hart dus ligt niet lijnrecht in de borstkas, maar ligt eigenlijk geïnclineerd in de borstkas, waar we eerst een paar metingen moeten doen om die assen mooi uit te zetten. En als we dan die assen uitzetten, bekomen we uiteindelijk het perfecte vierkamerbeeld. Vanuit het vierkamerbeeld kunnen we dan het short axis beeld uitzetten en van daaruit de volgende metingen. Dus zo werken we eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wel een vrij uitgebreid protocol, maar dan hebben we een volledig beeld van het hart, zowel functioneel als morfologisch. Ik ga dat even aantonen aan een paar voorbeelden. Dus de bedoeling is dus om het hart functioneel te beoordelen. Dat is het eerste dat ik hier nu ga bespreken. Dat is dat we het vierkamerbeeld in cine-vorm volledig zullen doorlopen. Kijk, dus normaal gezien had ik daar een filmpje van, zoals dat wij dat bekijken automatisch bij ons op de dienst, omdat dat daar eigenlijk systematisch doorloopt. Ik heb dat ook zo geëxporteerd, maar hier laat de techniek niet toe om dat zo eigenlijk te visualiseren. Daardoor moet ik dat eigenlijk slide per slide doen, maar hopelijk hebben jullie daar toch een zicht op. Dat we eigenlijk het hart dus eigenlijk in een vierkamerbeeld principe volledig slice per slice eigenlijk volledig kunnen doorlopen. Zie je dat? De volgende scan. En dus iedere keer is dat dus een ademhalingstop en dan wordt dat gescand tijdens met EKG-triggering. Voilà, we zijn er bijna volledig doorgelopen.
en het vierkamerbeeld. En dan hetzelfde zetten we eigenlijk de ast juist dat we eigenlijk de short axis kunnen bekijken. Dus hier vanzelf, dus eigenlijk gaan we van de basis van het hart, komen eigenlijk in het linker atrium en dan uiteindelijk nu in het linker ventrikel. Hopelijk zien jullie dat. Het is natuurlijk niet zo optimaal zoals dat wij dat zien op de dienst. Maar het geeft toch een idee hoe dat je eigenlijk door het hart volledig scrolt via die imaging plates. Voilà, dat is een volledig normale contractiliteit van het hart. Voilà, we zijn er bijna door. We zijn eigenlijk aan de apex nu. We zien eigenlijk de apex contraheren. Voilà. En dan hetzelfde volgens de tweekamerbeeld, het long axis beeld, zodat we dat hier uitzetten. Dus dat is eigenlijk het linker ventrikel in long axis, wat we dan eigenlijk ook de klep zien, outflow tract zien. Dat duurt minder lang om daar door te gaan, omdat je dus minder slices hebt. Voilà. En dan, dat wil ik ook nog iets zeggen, wij voeren ook first pass metingen uit. Dat is ook weer short axis view, maar dat is tijdens de eerste contrast injectie. Dus contrast wordt ingespoten en we zien hier via dus het rechter ventrikel vullen met contrast, nu het linker ventrikel vullen en dan slice per slice gaan we daar weer door. Kijk. Opnieuw het rechter ventrikel en dan het contrast komt toe in het linker ventrikel. Hup, en nu gaan we naar van midventriculair naar de apex. Voilà, in het rechterventrikel, nu komt ook in het linkerventrikel toe. En nu komen we volledig in. De apex van het hart. Voilà, we zijn er bijna. En dan hier, dit zijn de metingen. Het zijn heel belangrijke metingen dat ik ook even wil aanstippen. Dus wat we hier doen, dat is eigenlijk de late gadolinium enhancement metingen. Dat zijn dus die boliestreken, wat we dus eerst hebben, dus dat is dat we dus contrast inspuiten. En dan wachten we 10 minuten, exact 10 minuten, om eigenlijk tegen dat het contrast volledig uit het hart is. En wat we dan doen met deze meting, dat is eigenlijk het myocard, het normale myocard, volledig nullen. Dus eigenlijk dat betekent dat we eigenlijk het myocard zwart maken, dus een sequentie uitvoeren, zodat we eigenlijk het hart, spierwezen, myocardiale weefsel, eigenlijk zwart volledig eruit zien. En die sequenties voeren wij ook uit, exact na 10 minuten. En normaal hartspierweefsel zou eigenlijk volledig zwart moeten zijn op die meting. En we zien dat, dit is eigenlijk volledig, dus hier het linker ventrikel, volledig zwart in de verschillende vlakken. Nu, wat kunnen we doen met die functionele meting? Kunnen we eigenlijk volledig de ejectiefractie, de einddiastole, de eindsystole, het slagvolume, cardiac output meten. En dus al die zaken kunnen we dus uitzetten in de absolute waarde en dan ook volgens de BSA de genormaliseerde waarde. En dat geven we daar ook allemaal bij, nadat we dat allemaal berekend hebben via Synovia. Nu, de pathologie situeert zich ten eerste op dus de contractiliteit, de functionaliteit. Maar ten tweede, dus zoals ik gezegd heb, die late gadolinium enhancement sequenties zijn heel belangrijk om bepaalde pathologieën in het licht te stellen. En dat is echt de meerwaarde van cardiale MR. En dat zie je hier, dat zou ik een beetje te ver leiden om dat volledig in detail te bespreken. Maar afhankelijk van waar dat het contrast eigenlijk blijft staan in het myocardium, daar kan bepaalde pathologieën aan gelinkt worden. Dus als je dat daar ziet, dat is dat bepaalde zones in het hart, dus in het hartspierweefsel, dus wit worden. Dus, en wat betekent dat? Dat is eigenlijk overeenkomst met de fibrose. Dus normaal, viabel weefsel, dus capteert effectief contrast op en zal dat na verloop van tijd, zal dat uiteindelijk weer uit die cellen gaan.
wat gebeurt er met fibrose en met niet-viabel weefsel? Met fibrotische structuren dus in het hart, dat eigenlijk dat diffundeert het contrast daarin en kan daar niet meer uit. Dus als we dan een sequentie uitvoeren na 10 minuten, dan zien we dat we eigenlijk pathologisch fibrotisch weefsel hebben in dat hart. En afhankelijk van waar dat die fibrose zit, kunnen we bepaalde pathologieën doen. Zit dat subendocardiaal, zit dat midwall, zit dat epicardiaal of zit dat transmuraal? En dus, hier geef ik je nog een keer een laatste voorbeeld. Dus van iemand met een transmuraal infarct, ik geef al eigenlijk al het antwoord. Maar dus wat zien we hier dus? Dus hier. Kijk, dit is dus eigenlijk het vierkamerbeeld. We zien dat iets mindere metingen, dus iets bewogenere metingen, zoals dan de voorbijgaande beelden dat ik getoond heb, dan zien we eigenlijk ook de relativiteit als de patiënt na verloop van tijd, want dat onderzoek duurt 45 minuten, ja, de patiënt moet effectief blijven de ademstops correct uitvoeren, anders krijgen we suboptimale beelden, zoals dat we hier een klein beetje kunnen zien. Dit zijn al betere beelden. En wat we zien, dat is eigenlijk dat de basis en de basis en midventriculair eigenlijk goed samentrekken. Maar de apex blijft wat stilstaan. Dat zien we hier. Voilà. En dan als we dan de first pass doen, dus dat betekent dat we eigenlijk het contrast toekomt in het rechterventrikel, kijk, en nu in het linkerventrikel, zien we eigenlijk in de apex zien we een zwart puntje zitten die eigenlijk weinig meeweegt. Dit is een interventriculaire trombus in die apex. Met dan daartegenaan een transmuraal infarct. En dan, dit zijn de late gadolinium enhancement opnames. Dat zijn die speciale opnames na 10 minuten. En we zien eigenlijk dat eigenlijk de tip van het hart eigenlijk volledig wit is. Dus dat is eigenlijk fibrotisch weefsel, transmuraal infarct. Met dan een zwarte dot in aan die apex. En dat is die trombus. En als we dat even uitzetten in de tweekamerbeeld, clone-axis beeld, dan zien we daar ook... Weer op hetzelfde zien we dus eigenlijk een volledig witte hartpunt met dan die intraventriculaire trombus daartegenaan. Nu mijn besluit. Cardiale CT, heel, heel handig voor coronairen. Dat is eigenlijk een heel mooi onderzoek voor coronairen bij patiënten met een laag en matige kans op coronair lijden. Liefst geen hoge kans op coronair lijden, zoals ik uitgelegd heb. We hebben een zeer hoge negatief predictieve waarde. Dus als het onderzoek negatief is, zal dat wel degelijk echt negatief zijn. Dat is de grote meerwaarde. De terugbetaling is wel enkel via een cardioloog. En dan cardiale MR. Daarbij kunnen we de morfologie en de functionaliteit van het hart heel, heel mooi in beeld zetten. Met een heel hoge diagnostische accuraatheid. Het enige is dan natuurlijk dat we moeten kijken naar de patiëntenselectie. Dat we zitten met een vrij lang onderzoek met multiple ademhalingsstops. Dat dat relatief wel wat belastender kan zijn voor de patiënt. Dank je wel. Zo zijn we tot het einde gekomen van ons webinar. En u ziet, het was geen 1 april grap dat we geprobeerd hebben om een boeiend webinar te geven met een aantal toffe topics en goede spreekbeurten, denk ik. Het rest mij nog jullie allemaal te bedanken voor jullie aandacht. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Dank u wel en goedenavond.